Welkom. Welkom op deze wat vreemde avond waarop niet alleen Piet Schrijvers, maar ook de Queen is overleden. Daar gaan we vanavond geen aandacht aan besteden. Aan die andere dingen, en dan met name de Queen, waarschijnlijk niet Piet Schrijvers. Daar gaan we misschien wel aandacht besteden. We is Radboud Reflex. Namens Radboud Reflex en de Green Office van deze universiteit. Welkom op deze avond. Een avond die draait om één boek. En dat is een filosofisch boek. En als je een filosofisch boek hebt, dan draait het meteen ook om heel veel andere filosofische boeken. Maar we gaan het primair hebben over één boek, namelijk dit boek. Vincent Blok heeft een publieksboek geschreven in het Nederlands. Ik ga hem nog vragen waarom. Dat heet Van Wereld naar Aarde, filosofische ecologie van een bedreigde planeet. Een boek dat is verschenen bij uitgeverij, de onvolprezen uitgeverij Boom. Vincent is universitair hoofddocent techniek, filosofie en verantwoorde innovatie aan, je moet tegenwoordig zeggen, Wageningen Research and University. Nee, wat moet je nou... University and Research, dat is het. Ik ben in de buurt van die universiteit opgegroeid en toen heet het nog gewoon de Universiteit van Wageningen, maar dat heet nu dus zo. Hij heeft een boek geschreven waarin hij als goed filosoof in debat gaat met de filosofische traditie, de westerse filosofische traditie. En zijn punt is dat die traditie leidt aan een grote blinde vlek. Die traditie heeft het heel veel over de wereld, maar dat is de wereld zoals die voor ons is, voor ons mensen. Met andere woorden, die filosofie leidt aan een antropocentrisch syndroom. En zijn hele boek draait om een pleidooi voor een wat andere blik, een blik op de aarde, vandaar de titel, die als het ware daaronder ligt, de materiële aarde waarop wij ons bewegen. En hij neemt een ecocentrisch of geocentrisch perspectief in en ontwikkelt dat in zijn boek. En dat is natuurlijk hoogst nodig, gezien de enorme klimaatcrisis waarin we ons bewegen. Dus zijn boek is niet alleen een doorwrochte confrontatie met die filosofische traditie, zoals ik die net noemde, maar is natuurlijk ook een zeer actueel pleidooi voor een ander concept, een ander begrip van de aarde, onze omgang met de aarde, die natuurlijk nodig is in het licht van deze klimaatcrisis, waar we deze zomer ook met z'n allen nog veel meer mee geconfronteerd zijn en ongetwijfeld ook zullen worden. De avond is als volgt opgebouwd. Vincent gaat ons een lezing geven op basis van zijn boek. Daarna ga ik met Vincent in gesprek. En op een gegeven moment is het dan ook tijd voor jullie om een vraag te stellen aan Vincent en om in gesprek te gaan met hem. Daar horen bepaalde spelregels bij, maar die ga ik straks uitleggen. Tot slot, aan het eind van de avond, eigenlijk al nu, maar jullie zitten nu eenmaal hier en straks zijn jullie weer daarboven, is er een boekentafel waar je het boek van Vincent kunt inzien en van harte aanbevolen ook kopen. Van uitgeverij Boom. Ik heb niks meer te zeggen, behalve dat ik heel trots ben dat ik Vincent Blok hier kan aankondigen als spreker bij Radboud Reflex. Vincent, the floor is yours. Ja, dankjewel Kees voor de inleidende woorden. Dank jullie wel voor allemaal komen natuurlijk. En ik ga proberen een klein beetje context te geven aan dat boek. En laten we maar kijken hoe ver we komen met elkaar. De bedoeling is dat ik ongeveer een half uurtje praat en dat we dan daarna gesprek hebben. Dus
dan weet je ongeveer wat te wachten staat. Kijk, het is maar even heel stom om te beginnen. We hebben te maken met een klimaatcrisis. En dan is het best wel de vraag, waarom zou je nou in godsnaam naar een filosoof gaan luisteren als zo'n probleem zich voordoet. Hè? Dus filosofen hebben de neiging om behoorlijk abstract te denken, grote bewegingen te maken. Terwijl we eigenlijk in een probleem zitten dat primair om actie vraagt. En helemaal niet per se om reflectie. Dus het eerste wat ik eigenlijk even moet doen is om te laten zien waarom het dan toch misschien goed is om ook vanuit een filosofisch perspectief naar problemen zoals het klimaatprobleem te kijken. En dat kan ik misschien het beste illustreren doordat ik kan zeggen dat klimaatverandering een metafysische ervaring van de dingen te bieden heeft. En normaal hebben we het over de fysieke dingen, dus mensen, dingen en dieren en planten op deze wereld. Maar mijn bewering, dat zal ik jullie proberen ook van te overtuigen, is dat klimaatverandering niet alleen maar op dat niveau speelt, maar ook op het niveau van de metafysica, dus voorbij dat niveau van mensen, dieren en dingen. Wat is metafysica? Ik neem maar gewoon even een definitietje uit de traditie, dat is het makkelijkste. Mijn grote vriend Heidegger die zegt, metafysica, dat gaat eigenlijk over het geheel van alle dingen. En het is wel zo dat ik, als degene die daarover nadenkt, in dat geheel inbegrepen zit. Dus dat is metafysica. Dus niet de dingen, maar dat geheel waar ik in opgeslokt ben. En ik kan proberen jullie te overtuigen dat ook klimaatverandering precies over zo'n geheel gaat, doordat we gewoon even proberen na te denken bij de vraag wat voor geheel nu eigenlijk aan de orde is als we het hebben over global warming. Want ook het woord global of het globale lijkt een of ander geheel aan te duiden. En in de ervaring van global warming is het eigenlijk helemaal niet zo dat wij nieuwe objecten tegenkomen. Het is niet zo dat er nieuwe dingen zoals regendruppels, stormen of God weet ik allemaal niet op ons afkomen in global warming. Maar het is eigenlijk zo dat de betekenis van de dingen, de betekenis van regendruppels, stormen, et cetera, dat die verandert in tijden van global warming. En dat kan je eigenlijk al heel eenvoudig ervaren aan een alledaags gesprek. Hè? Als ik kom uit het westen van het land en dan regent het. En dan zeg je, God, wat stortregent het hier nu toch eigenlijk? En dan is het eigenlijk zo dat 20 jaar geleden had je dat gesprek nog relatief neutraal kunnen voeren. Maar nu, als we dat gesprek nu voeren, of omdat het zo warm is al voor deze tijd van het jaar, of het regent zo verschrikkelijk, of nou whatever. Dan is het toch eigenlijk zo dat altijd die klimaat en de verandering van het klimaat op het spel staat. Dat wil zeggen dat eigenlijk er helemaal niet iets veranderd is op het niveau van die regens of die regens of die zonnestralen. Want die waren 20 jaar geleden ook. Maar dat eigenlijk de context waarin die regendruppels verschijnen en die stormen verschijnen, dat die aan het verschuiven is geraakt. En dus ik zou zelfs zo ver willen gaan dat je kunt zeggen dat in tijden van global warming dat we eigenlijk een nieuw soort fenomeen ervaren. Namelijk überhaupt de ervaring van een klimaat. Of de ervaring van een globe. Waar wij allemaal in zitten. Daarvoor hadden we daar helemaal geen last van. Omdat we eigenlijk continu, hè, zoals ik tegenover jullie zit, we waren met elkaar bezig. We waren totaal niet bezig met het klimaat waarin wij met elkaar omgaan. Hè, dus je richt je normaal gesproken op mij. Hè, zoals jullie hier nu zitten. Of ik richt me op jullie. Of ik richt me op een tekst. En eigenlijk helemaal nooit op dat klimaat wat nu zo ontzettend veel aandacht vraagt. Dus dat is de eerste. Het is eigenlijk de context waarin wij ons bevinden. En dan het tweede element, namelijk het element dat dat geheel metafysisch maakt. Dat is namelijk dat het een geheel is zodanig dat ik daarin inbegrepen ben. Dus ik weet niet of dat met jullie is, maar vroeger, als ik dan bijvoorbeeld dit papiertje een propje van maakte, dan kon ik dat weggooien. En dan dacht ik, nou, dat verdwijnt ergens. Hè? Dat verdwijnt in het vuilnis of dat, nou, whatever. Hè? Maar vandaag de dag
ervaren we eigenlijk dat geheel niet alleen maar zo dat we in een klimaat zitten, maar ook dat daar helemaal geen buiten meer is. Elke poging om iets te externaliseren, iets weg te gooien of afscheid van te nemen, keert als een boemerang terug, namelijk in termen van klimaatverandering. Dan zal dit papiertje nog wel meevallen, maar de uitstoot van de CO2 als ik hier met de auto naartoe rijd, is bijvoorbeeld ook zoiets als een uitstoot die vroeger naar de omgeving kon worden uitgestoten en waarvan we nu ervaren, nee, het is helemaal niet buiten, het keert gelijk weer terug. Dus met andere woorden, dat klimaat betreft het geheel van mensen en dingen, in de zin dat we daar geen positie meer buiten dat geheel kunnen innemen. Dat betekent, dat is interessant voor degene van jullie die filosoof zijn, dat mijn bewering eigenlijk is dat we hebben dingen en we hebben mensen zoals we hier zitten en er is zoiets als een klimaat, er is zoiets als een metafysisch geheel of een wereld waarin we altijd thuis zijn. En dat is ontzettend belangrijk voor mij, omdat in tegenstelling tot postmoderne filosofen, zoals bijvoorbeeld Bruno Latour of Timothy Morton, die eigenlijk bepleit hebben dat er helemaal niet zoiets is als een metafysisch geheel voor beide dingen, maar dat er sprake is van een flat ontology. Er zijn alleen maar objecten en hun interrelaties. Wij eigenlijk moeten zeggen, nee jongens, dat is helemaal niet waar. Er is wel een wereld. Er is wel een klimaat dat eigenlijk verder reikt dan die objecten en hun relaties. En dat is de eerste reden waarom ik zou zeggen, het is toch best interessant om een filosoof over klimaatverandering te laten praten. Omdat we namelijk normaal gesproken, kijk in de krant, allemaal de neiging hebben om allerlei interventies en acties voor te stellen die gaan over de dingen, over processen, et cetera, in de wereld. Terwijl eigenlijk aandacht gevraagd zou kunnen besteed zou kunnen worden aan dit geheel waar ik nu probeer jullie aandacht voor te vragen. Dan is natuurlijk de vraag, wat bedoelen we dan nu eigenlijk? Wat is er dan zo verschrikkelijk anders aan die wereld die door klimaatverandering wordt gekenmerkt? En daarvoor wordt wel eens het woordje antropoceen gebruikt. Dat hebben jullie natuurlijk ongetwijfeld wel een keer gehoord. En dat is eigenlijk een aanduiding van een nieuw geologisch tijdperk in eerste instantie. Dus vroeger had je een geologisch tijdperk waarbij het aanzicht van de aarde werd bepaald door het ijs. Dus daarom spreken we van een ijstijd. En nu hebben we een tijdperk waarin we vooral worden geconfronteerd met de aanwezigheid van de mens en zijn uitstoot. En spreken we dan van een nieuwe tijd, een tijdperk dat dan het antropoceen wordt genoemd. En als we, dat geloof ik dat jullie dat ook best mee kunnen maken, als wij uitzoomen, stel je voor we stijgen op van de aarde, dan is het eigenlijk zo dat wij continu menselijk ingrijpen tegenkomen. Of het nou gaat over het omhakken van Amazones, of de regenwouden, of het gaat over het wereldomspannende netwerk van elektriciteit, gasstromen of internet. Eigenlijk is het zo dat je de aarde niet meer kunt zien zonder dat daar de menselijke aanwezigheid, de menselijke interventies, de menselijke bewoning van blijkt. Nou, als ik nu als filosoof probeer iets over het antropoceen te zeggen, dus over dat geologisch tijdperk, dan heb ik het eigenlijk niet, ik zeg het toch maar even voor de zekerheid, dan heb ik het eigenlijk niet over fysieke veranderingen in de werkelijkheid. Dus bijvoorbeeld, er is een hele discussie over wat nou het begin van dat antropoceen is. Bijvoorbeeld, is dat het begin van de industriële revolutie? Of is dat zijn dat de eerste kernproeven in 1946, geloof ik, 45? Is dat het punt? Is dat een punt in de tijd dat we kunnen aanwijzen? Daar ga ik nu even aan voorbij. Het gaat er mij eigenlijk om dat er in dat wat wij dan even die klimaatverandering, wat er dan gebeurt op het niveau van wereld of klimaat, is dat het aanzicht van die aarde als totaal, als geheel verandert.
En wel zo dat eigenlijk mens en natuur of mens en aarde volledig met elkaar vervloeien. Omdat je, als je naar die aarde kijkt, zie je continu menselijke aanwezigheid. Dat is ontzettend leuk weer als filosoof, want filosofen hebben natuurlijk de neiging om heel abstracte theorieën op te hangen. En dan kan dit soort, ook wetenschappelijke inzichten, kunnen ook helpen om dingen concreet te maken. Dus bijvoorbeeld Nietzsche, die zegt op een gegeven moment van, ja jongens, het is heel vervelend, God is dood. Hè? Dus er is geen maatgevende instantie van die in een bovenhemels rijk is. Er is alleen het aardse bestaan. En het ideaal is wat hij dan noemt de vergeestelijking van de aarde. Het menselijk worden van de aarde en het aards worden van de geest. Erdvergeistigung. En dan zou je normaal denken, als je dat als lezer denkt, van nou ja, oké, okay, zal wel. Klinkt een beetje abstract. Terwijl je nu door klimaatwetenschappers, bijvoorbeeld Crutzen, de Nobelprijswinnaar en uitvinder van het hele term antropoceen, die zegt ook letterlijk, in het antropoceen is de mens natuurlijk geworden en is de natuur menselijk geworden. Dus we hebben het over een nieuw geologisch tijdperk, een nieuwe wereld waarin eigenlijk mens en wereld volledig met elkaar vervloeien. We gaan nog even een stapje verder over wat nu precies veranderd is in die wereld van het antropoceen. Kijk, als je normaal in de auto of op de fiets zit, dan vormt die wereld waarin jij eigenlijk altijd zit een soort stabiele achtergrond waar je je nooit druk over hoeft te maken. Dus toen jullie hier naartoe kwamen, toen waren jullie bezig al met jullie gedachten bij deze avond. Jullie dachten, god, wat leuk, dan gaan we daarna is het nou eens over van gedachten wisselen. Maar eigenlijk lette je niet op de context of het milieu of de wereld waar je doorheen rijdt. En dat wordt gewoon aangenomen als een stabiele achtergrond waar we eigenlijk op rekenen. En het is juist dit stabiele achtergrond, de klimaat als wereld die een stabiele achtergrond is, die nu eigenlijk ook in termen van de klimaatverandering ter discussie komt te staan of instabiel wordt. En dat kan je heel concreet ervaren, natuurlijk in stromen van vluchtelingen. Maar ik geef even een voorbeeldje van iets wat mij zelf heel erg trof. Dat was 2 jaar geleden dat er ergens in Scandinavië plotsklaps een stuk, een landtong van ik geloof 9 hectare afbrak. En in 1 keer niet alleen maar de landtong van 9 hectare, maar ook de huizen, alles met huid en haar meezoog. En dan zie je dat eigenlijk dat afbreken van zo'n landtong is niet alleen maar een soort gebeurtenis waarin een paar huizen vergaan of meegezogen worden door de zee in dit geval. Maar dat eigenlijk dus die stabiele achtergrond waar je normaal op rekent, hè, zoals jullie vanavond naar huis gaan, ga je ervan uit dat ding, dat object, dat huis er gewoon nog staat. Dat je de volgende dag ook weer wakker wordt in dat huis. Precies die achtergrond en die wereld die stabiel is en waar je op rekent, waar je ook van afhankelijk bent, bijvoorbeeld dat die zuurstof levert, et cetera, en water en eten, dat die instabiel is geworden. Dus wat er nu precies veranderd is in dat antropoceen, in die wereld die we dan nu in klimaatverandering tegenkomen, is de verschuiving van een stabiele achtergrond naar een instabiele achtergrond. En daardoor, dat begrijp je natuurlijk wel, daardoor ontstaat gelijk de vraag, hoe gaan we nou in godsnaam die instabiele achtergrond weer stabiel zien te krijgen? Want dat is natuurlijk dan de opgave die ook rond klimaatverandering. En heeft de mens ook daar een rol in? Dus dat zie je ook in het klimaatdebat, dat we natuurlijk vragen van wat is de rol van de mens om het probleem van het klimaat op te lossen. En kunnen we bijvoorbeeld naar een wereld toe die post-antropoceen is, die na het antropoceen komt. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat klimaatverandering mij niet alleen maar gelegenheid geeft om als filosoof na te denken bij een klimaat als een metafysisch geheel, waarbij ook de filosofische traditie mij kan helpen om dat begrijpelijk te maken. Maar het is ook zo dat het mij eigenlijk een heel concrete ervaring geeft van de filosofische vraag, wat is nu eigenlijk de rol van de mens? Wat is eigenlijk de humane conditie om over dit klimaat, over deze wereld na te denken?
Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, omdat de alarmistische berichten over hoe dat met het klimaat gesteld staat, dat kunnen we elke dag ervaren in de krant en op de televisie en op internet. Het is eigenlijk, als je kijkt naar dat debat, is het zo dat men normaal gesproken zegt, ergens rond de industriële revolutie is er een enorme, is het eigenlijk de CO2-uitstoot en allerlei andere indicatoren zijn exponentieel gestegen. Heb je een klein dipje tussen de twee wereldoorlogen, dan gaat het daarna gaat het weer verder. En dan zitten we, en dat heet dan de Great Acceleration, exponentiële groei. En dan zitten we nu op het punt dat eigenlijk een derde fase aanbreekt van nu moeten we de boel gaan veranderen, anders gaan we ten onder. Dus we zitten nu op een soort urgentiemoment. Althans, dat zegt men dan, een urgentiemoment dat wij daar iets aan moeten doen. En in die, dus daarom begon ik ook met die actiegerichtheid. Want eigenlijk is het ook in het maatschappelijk debat is het zo dat eigenlijk ook de roep om actie en de roep op ingrijpen en interventie overal is. En eigenlijk kun je in die reacties en in die oproep tot actie kun je eigenlijk twee globale strategieën onderscheiden. Je kunt zeggen, nou ja, dat klimaat is natuurlijk een groot probleem. Maar we innoveren ons de crisis uit. Dat zijn eigenlijk de mensen die we wel eens ecomodernisten noemen. Die zeggen, ja, vroeger, ook bijvoorbeeld metaforisch wordt daar vaak ook gebruik gemaakt van beelden dat moeder aarde of moeder natuur verzorgde vroeger ons als haar kinderen. Maar moeder aarde is een kreupel moedertje gebleken. En nu moeten wij als de zonen en dochters van die natuur moeten de controle overnemen. En dan krijg je metaforen van een ruimteschip, bijvoorbeeld Spaceship Earth, waarbij dan de mens in de controlepositie zit om die ruimte, die aarde als een ruimteschip te besturen naar een veilige haven. En dat roept dan op tot allerlei technologische innovaties. En dat kan variëren van stikstofmaatregelen. Maar het kan ook variëren met dat we met spiegels rond de atmosfeer proberen het zonlicht te temperen, et cetera. Ik voel maar zo, we zitten hier aan de universiteit. Ik voel zomaar aan dat jullie nu al denken, gadver, wat een verschrikkelijke standpunt is dat eigenlijk van die vuile ecomodernisten, dat die zomaar denken dat die voor de Heere God kunnen gaan spelen en de boel kunnen managen. En ik heb heel veel gevoel daarvoor, voor die positie, voor die emotie ook, om daar niet je thuis bij te voelen. Dus wat krijg je dan? De tegenovergestelde, of de daar tegenoverliggende alternatieve benaderingswijze, die zegt, nou ja, nee, het is helemaal niet zo dat wij onszelf de tent uit kunnen innoveren. Wij moeten eigenlijk aan zelfbeperking doen. We moeten bijvoorbeeld geboortebeperking doen. Ontgroeien, degrowth in de economie. Zelfbeheersing, minder kinderen genereren en dat soort dingen. En hoezeer ik ook sympathie heb eigenlijk voor die tweede strategie, die eigenlijk voor zelfcontrole is, moet je ook eigenlijk wel zeggen, dat is dan weer het leuke van filosofie, denk ik, dat die twee diametraal tegenover elkaar staande posities of benaderingswijzen eigenlijk in een belangrijk opzicht ook overeenkomen. Want in allebei die strategieën wordt de mens eigenlijk beschouwd als degene die in control is of zou moeten zijn en die ook managed, die ook de manager is van de aarde. De ene die doet dat door spiegels in de atmosfeer te plaatsen, waar die denkt de aarde in controle te kunnen krijgen. En de andere doet dat door zelfmanagement. En geboortebeperking is natuurlijk ook gewoon management en controle, alleen met andere middelen. En eigenlijk heb ik hier twee belangrijke problemen mee met deze opvatting van de mens als manager en controller. Want aan de ene kant is het best legitiem om te vragen of die planeet of die aarde, of die zich wel op die manier laat managen. Maakt mij dan helemaal niet uit of dat via geboortebeperking of via
of via innovaties. Is dat überhaupt wel zo? Of is de aarde ook een terra incognita, datgene wat sowieso onbeheersbaar is ten opzichte van elke menselijke interventie? En het tweede probleem dat ik hiermee heb, ik hoop dat jullie mij dat vergeven, dat ik dat probleem heb, is dat de mens eigenlijk wel best wel als een soort eco-efficiënt wezen wordt gedacht. Hè? Als ik als mens ofwel via innovatie of zelfbeperking eigenlijk me moet richten op het verkleinen van mijn voetafdruk, geboortebeperking en al dat soort dingen, dan vraag ik me af, wat betekent het nou eigenlijk dan nog om mens te zijn? Ben ik namelijk niet ook gewoon een speler? Iemand die ook lui kan zijn en gewoon helemaal geen zin heeft om zich te beperken. Een extravagant wezen die ook bijvoorbeeld grensoverschrijdend wil kunnen zijn en die ook zijn menselijkheid voor een deel aan dit soort, aan het extravagante, aan het grensoverschrijdende, et cetera, ontleent. Ben ik niet ook het nutteloze wezen die echt zich stort in allerlei dromen en verlangens en die ook materiaal verspilt en zich in ledigheid ophoudt? En is het, om nog een stapje verder te gaan, is het ideaal van eco-efficiëntie die eigenlijk zowel door de ecomodernisme als door de zelfmanagement-ideaal, zeg maar eventjes, wordt, dreigt dat niet, dat eco-efficiëntie niet eigenlijk een soort fotografisch negatief te zijn van de economische efficiëntie die het kapitalisme najaagt? En die eigenlijk garen spint bij de opvatting van de mens als die zelfmanager die eco-efficiënt is. Dus op de een of andere manier voel ik me toch niet helemaal happy, om het maar zo te zeggen, bij het idee dat de mens in die wereld van klimaatverandering gereduceerd wordt tot een eco-efficiënt manager en controller van de wereld. En als je enig gevoel hebt met wat ik hier probeer te zeggen, dan moet je dus ook eigenlijk zeggen, ja, dan moeten we even voor dit moment nee zeggen. Nee zeggen tegen eigenlijk al die acties en al die interventies die maar bezig zijn om op de aarde allerlei duurzame doelen te realiseren. En moeten we eigenlijk even een plas op de plaats maken om het te hebben over, ja, wat bedoelen we nu eigenlijk met mens zijn? En nou probeer ik in dat boek waar Kees het over had, probeer ik eigenlijk een soort alternatief perspectief te bieden op basis van het onderscheid tussen wereld en aarde. En daar wil ik nog even iets over zeggen. Als ik het namelijk hiervoor de hele tijd over het klimaat heb gehad als een wereld of een omgeving waarin wij thuis zijn en waarin ik inbegrepen ben, dan is dat eigenlijk altijd iets, een fenomeen waar ik, wat een relatie met mij heeft, waarin ik, om het filosofisch te zeggen, waarin ik intentioneel betrokken ben en wat ook daarom betekenis heeft voor mij. Maar er was ook een tijd dat er nog geen mensen waren. De aarde is ook een steen die is ontstaan in de geschiedenis van het heelal. En door een heel specifieke, ik wil niet zeggen toevallige afstand tot de zon, het leven op aarde mogelijk heeft gemaakt. Dus je kunt op de een of andere manier zeggen dat de aarde als een steen die in het heelal staat, dat dat de mogelijkheidsvoorwaarde is voor het überhaupt ontstaan van leven, daarmee ook van mij. Hè? Zou er geen steen zijn, dan zou ik in het luchtledige zweven. Dan zou er geen mij of jullie of whatever zijn. Maar die aarde is niet alleen maar in deze feitelijke zin de mogelijkheidsvoorwaarde voor mij om te ontstaan. Het is ook de mogelijkheidsvoorwaarde voor mijn bestaan in de wereld, mijn relaties met jullie, met alle andere dingen in een betekenisvolle wereld. Want het is de mogelijkheidsvoorwaarde voor mij, maar ook van de dingen en onze relaties daartussen. Dus eigenlijk is het zo dat mijn
in de wereld zijn, om het maar even vanuit de fenomenologie te zeggen, mijn betrokkenheid en mijn betekenis in de betekenisvolle wereld verankerd is in iets wat helemaal niet per se een relatie met mij heeft. Nou, in filosofische termen zou je dat kunnen begrijpen als een apperceptie van de aarde. Hè? Dus de filosofen die zeggen, als ik een perceptie heb van de dingen, bijvoorbeeld van een stoel of van een meneer tegenover mij, dan loopt eigenlijk in mijn ervaring van die meneer, loopt eigenlijk altijd al een ervaring mee, namelijk van mij als degene die dit ervaart. Je zou nou kunnen zeggen, ja, eigenlijk is het zo dat de aarde, ik heb het dan even over die steen, als grond van de wereld waarin ik betekenisvol met jullie omga, dat eigenlijk dus mijn leven in de wereld zo'n apperceptie van de aarde veronderstelt. De aarde als een voorwaarde voor de mogelijkheid dat ik überhaupt intentioneel op jullie betrokken ben. En het is die aarde die door middel van tsunamis, vulkanen en schuivende tektonische platen de stabiele wereld, de wereld waarin we betekenisvol met elkaar omgaan, verschuift, ter discussie stelt, disrupties betekent, et cetera. Dan nu de introductie van de aarde als bodem voor onze ervaring van de wereld. De ervaring van, die biedt eigenlijk een gelegenheid om, biedt mij in ieder geval gelegenheid om aan de ene kant vast te kunnen houden aan het idee dat er een stabiele wereld is waarin ik leef. Hè? De schijnbare stabiele wereld waarin wij ook nu zitten met elkaar. En tegelijkertijd te begrijpen dat er een apperceptie van de aarde meespeelt die stabiele wereld bedreigend kan. Vandaag de dag. En nou is het gekke, daar gaan we waarschijnlijk in de discussie nog wel op terugkomen, dat precies de filosofen, Kees introduceerde dat al, hebben een enorme neiging gehad altijd om het over die wereld te hebben. En hebben eigenlijk niet zo superveel interesse gehad, om te zeggen, niet interesse gehad in die aarde. Gewoon de domme steenkloot die in het halal rondzweeft. Dat heeft ook heel iets geks, namelijk materie. Dat zie je bij Aristoteles bijvoorbeeld, materie. Hij heeft het natuurlijk over materie, maar materie wordt vanuit de vorm gedacht. Omdat elk denken van de materie al een vormgeving is, kun je de materie volgens hem niet denken zonder de vorm. Bij Heidegger, die denkt de aarde, heeft het ook over de aarde, maar die denkt die vanuit de wereld. Nietzsche, die zegt dat bijvoorbeeld, die noemt de mens de zoon van de aarde. Die heeft het over de ubermensch en die zegt blijf de aarde trouw. Ik denk dat Martin zo meteen nog wel iets daarover gaat vragen. Maar dat betekent dat ook Nietzsche eigenlijk die aarde alleen maar denkt in relatie tot de mens, namelijk de ubermensch. De ubermensch als de zin van die aarde, volgens hem. En dat is natuurlijk voor mij als filosoof belangwekkend, om dan te kijken, kunnen wij als filosofen nu eens een ander weggetje bewandelen, namelijk niet vanuit de wereld waarin ik intentioneel betrokken ben en waarin de dingen betekenis hebben, waarin ik met de dingen waar ik relaties mee heb, kunnen we dat niet als vertrekpunt nemen, maar kunnen we de aarde waar ik niet primair een relatie mee heb, of niet in eerste instantie een relatie mee heb, proberen te denken. En dat is misschien een van de laatste punten die ik wil maken voordat ik stop. Hè. Dus wat je zou, als ik het heel oneerbiedig zeg, kunnen zeggen dat klimaatverandering een feest is voor de filosofie. Omdat klimaatverandering dus heel gek in de huidige tijd ons alert maakt op een geheel van de dingen, een metafysiek geheel van de wereld. Maar ook dat die klimaatverandering eigenlijk een nieuw fenomeen naar voren haalt, namelijk de aarde als mogelijkheidsvoorwaarde voor ons in de wereld zijn. Wat we eigenlijk dus pas kunnen zien dankzij de klimaatverandering die wereld destabiliseert. Mijn hypothese is eigenlijk, die ik ook uitwerk in het boek, dat die een filosofische bezinning op de verhouding tussen aarde en wereld een andere weg zal kunnen openen voorbij
de opvatting van de mens als manager of controller, omdat de aarde helemaal niet iets is wat in controle te krijgen is, maar juist datgene is dat via vulkanen en tsunamis, et cetera, onze stabiele wereld ter discussie stelt en ondermijnt. Dat betekent niet, even voor de goede orde en ook om veilig naar huis te kunnen, dat ik zeg, mensen, laten we de chaos omarmen. Maar dat betekent dat wij eigenlijk moeten nadenken over de verhouding tussen de stabiliteit van onze manier waarop we in het leven, in ons leven, in de wereld, in het klimaat zijn, dat verankerd is op de instabiliteit van de manier waarop we op aarde zijn. We leven in een bedreigde wereld. Hè? Dus het is niet zo dat ik zeg, acties zijn niet nodig. Hè? De rol van de filosoof is alleen misschien niet om die acties te initiëren of te vertellen welke kant het op moet, maar ons te bezinnen op een alternatief of over een manier waarop we onszelf eigenlijk vanzelfsprekend verstaan en begrijpen in die discussie. We leven feitelijk in een bedreigde wereld, maar in plaats van de omarming van een houding van management en control als human condition of menselijke conditie, biedt het onderscheid tussen aarde en wereld gelegenheid om de mens misschien veel meer te begrijpen als anarch, als outsider, als degene die aan de ene kant thuis is in de wereld, maar aan de andere kant altijd dwars staat op die wereld. Zelf doe ik, daar kan ik vanavond niet op ingaan, maar dat doe ik bijvoorbeeld allerlei onderzoek waarin ik probeer dit idee van aarde en wereld te operationaliseren. Bijvoorbeeld door te kijken naar biomimetische technologieën. Dus technologieën die op de een of andere manier het disruptieve karakter van de natuur of de wildheid van de natuur zelf proberen te adopteren in plaats van buiten te sluiten. En ik denk dat in die mogelijkheid van een wereld, een aarde en een mens voorbij management en control eigenlijk ook de urgentie ligt van filosofisch nadenken in de huidige tijd. Ik dank jullie wel voor je aandacht. Ga zitten, Vincent. Ik ga in de red pill. Jij gaat in de red pill. Ik heb de red pill. Ja. Oké. Ik moet twee dingen zeggen. De eerste is dat mijn naam Kees Leijnders is, dat was ik vergeten. En de tweede is dat ik met mijn been omhoog ga omdat ik een wondroosinfectie aan mijn been heb. En ik ben heel dankbaar dat er moderne technologie is in de vorm van antibiotica. Vincent, eerst een, ik heb hem al aangekondigd, een misschien wat persoonlijke vraag. Je bent techniekfilosoof. Je bent ook een specialist op het gebied van Martin Heidegger, waar je over geschreven hebt. En je tot nu toe veelal beweeg je in het internationale wetenschappelijke circuit. Je schrijft in het Engels voor een academisch publiek. En nu kom je met een publieksboek bij Boom in het Nederlands. Waarom? Ja. Nou ja, dus even inderdaad biografisch. Ik heb in Leiden ben ik gepromoveerd en ik ben eigenlijk opgeleid in auteursfilosofie. Dus ik ben gepromoveerd op Heidegger en Ernst Jünger. En ik heb eigenlijk jarenlang, en ik weet niet hoeveel filosofen er in de zaal zitten, maar je kunt natuurlijk een hele academische carrière slijten met het schrijven van interpretaties van Hegel, Heidegger, et cetera. En toen ik in Wageningen kwam en bij de filosofiegroep kwam werken, toen zei Marcel van Wij, mijn baas, jongen, één ding. Hartstikke leuk als je komt, maar wij doen hier geen auteursfilosofie. En ik vond dat natuurlijk echt heel spannend. Omdat ik, daar voelde ik, ik voelde me heel erg eerbiedwaardig daarin. Hè. Superster en Heidegger zijn, zeg maar even. Maar dat kon niet. En dus toen moest ik eigenlijk met de billen bloot. En heb ik eigenlijk geprobeerd om vanuit thematiek die in Wageningen speelt, dat kan dus ook klimaat zijn, maar dat kan ook synthese biologie zijn, te proberen wat ik toch maar even
echte filosofische, echte filosofie proberen te gebruiken om over dit soort maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken na te denken. Omdat ik ook ervoer toen ik daar kwam dat best wel veel filosofie aan technische universiteiten toegepaste ethiek is. En eigenlijk wat minder de filosofische traditie gebruikt om na te denken over dit soort problemen. Terwijl ik snapte daar gewoon ook niks van. Omdat ik dacht, nou, ook een Heidegger, maar ook een Derrida of een Levinas hebben ontzettend veel te vertellen over de relatie tussen ecologie en economie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of over niet alleen maar ethiek, maar ook over andere onderwerpen. Dus eigenlijk, en dat mijn hele onderzoeksgroep doet dit. Dat is dat je probeert fundamentele filosofie te gebruiken om aan de ene kant na te denken over maatschappelijke vraagstukken. En aan de andere kant moet dat terugreflecteren op ons filosofische werk. Want het kan zijn dat Derrida of Heidegger of whoever geen gelijk heeft gekregen, gebaseerd op bijvoorbeeld wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten. En in dat kielzog van die persoonlijke oriëntatie in mijn onderzoek heb ik een cursus. Zo is het boek eigenlijk ontstaan. Heb ik een cursus inleiding in de filosofie voor niet-filosofen gemaakt. Die ik een aantal jaar in Wageningen heb gegeven. En daar komen allerlei, want we hebben geen filosofieopleiding, komen allemaal techneuten, noem ik ze maar. Die komen daar dat vak volgen. En ik heb eigenlijk geprobeerd. Ik vond het ontzettend leuk, namelijk om te doen, ik kan niet anders zeggen. Het zo te doen dat ik dat publiek, die studenten meekrijg. En vandaar dat ik ook gemotiveerd was om dat dan op te zetten voor een boek. En ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel ander soort ervaring is dan een academisch boek. En dat ik er gewoon persoonlijk ontzettend veel plezier aan heb beleefd. Ja, dus het is niet echt je intentie to save the world of zo. Maar het is echt ook vanuit gewoon het plezier van het overbrengen van dit soort moeilijke, abstracte, filosofische theorieën voor een groter publiek. Kan ja, ik het zo zeggen? Zeker, maar het is ook zo natuurlijk dat ik stiekem ook wel de ambitie heb om. Ik vind namelijk dat. Ik vind het klimaatdebat weinig filosofisch, als ik heel eerlijk ben. Ik vind dat het eigenlijk. En niet. Ik bedoel, het is niet zo dat je aan mij moet vragen hoe moeten we de politiek, het beleid van de komende 5 jaar in Nederland of in Europa gaan. Dan moet je, denk ik, überhaupt nooit aan een filosoof vragen. Maar wat eigenlijk wat filosofen wel kunnen doen, is het debat voeden en de automatismen. Hè, om een voorbeeld te noemen, de tendentie tot bijvoorbeeld totalitaire maatregelen in een klimaatdebat, waarbij toch ook belangrijke waarde van wat het betekent om een vrij burger te zijn of autonoom te zijn, eigenlijk minder aandacht krijgen. Terwijl ik vind dat we daar gewoon wel over moeten reflecteren, wel over moeten nadenken, whatever dan ook de publieke opinie of de politiek beslist om dan uiteindelijk te gaan doen. Mm-hmm. Als we die nou eens even oppikken. Ja. Jij argumenteert eigenlijk voor een soort totaalvisie. Hè? Je hebt het ook over dat perspectief op het geheel en niet op de objecten. Je had het over objecten, mensen, dieren. Maar dat we eigenlijk door die klimaatcrisis. Je had het over metafysische ervaring. Dat we wakker worden voordat er überhaupt een geheel is. Een totaliteit noem je dat in de filosofie. Tegelijkertijd zeg je. Ik zou zeggen, zo'n totaliteit en zo'n probleem aan de totaliteit vraagt om, zeg maar, even totalitaire antwoorden. En dan even niet in politiek opzicht, maar gewoon in oplossingen die voor het geheel gaan. Staat dat niet op een gespannen voet inderdaad? Is het niet eigenlijk onvermijdelijk om over lokale democratieën en dergelijke heen te gaan en te zoeken naar dit soort inderdaad bijna totalitaire oplossingen? Is die klimaatcrisis niet zo urgent dat we onze vastgeroeste ideeën over politieke vrijheid en democratie, dat we die een beetje opzij moeten schuiven? Ik kan er natuurlijk helemaal niks aan doen, jullie trouwens ook niet, dat er opeens
een ervaring is van het geheel. He, dus dat dat er nou eenmaal is. En dat het gewoon zo is dat ons gedrag hier effect heeft aan de andere kant van de wereld. Bijvoorbeeld omdat gewoon een eiland in de Stille Zuidzee gewoon onder water verdwijnt door ons gedrag. Mm-hmm. Dat is nu eenmaal zo. Dat kan, de tendentie is, ik vind dat dus vrij ongereflecteerd, is om in een soort, ja, wat we dan maar even solutionisme noemen, om in een soort oplossingensfeer te gaan denken van hoe zullen we dat varkentjes even wassen met elkaar? Terwijl je moet afvragen, je moet eigenlijk voordat je dat doet, moet je een aantal vragen stellen. Dat is wat ik probeer te doen. Dus niet per se mee te gaan in een soort totalitaire beweging, maar bijvoorbeeld jezelf af te vragen, denk jij nou eigenlijk dat de aarde, dat die überhaupt iets is dat op deze manier onder controle gehouden kan worden? Mm-hmm. Stel je voor dat we dat met z'n allen zouden willen. Nog even gezien of we die ambitie zouden willen hebben. Hebben we nou aanleiding om te denken dat het ook kan? Die vraag wordt eigenlijk in mindere mate beantwoord, omdat wij eigenlijk geneigd zijn, je zou bijna zeggen de geesten worden rijp gemaakt, om in dit soort globale oplossingen te zitten. Als Pakistan overstroomt, dan zeggen zij, wij stellen het Westen aansprakelijk voor wat hier gebeurt. Nou, de volgende stap is dat India of Pakistan zeggen, weet je wat wij gaan doen? Wij schieten paraplu's, zonder reflectoren de atmosfeer in. Wat een enorm effect zou kunnen hebben, dat weten we namelijk helemaal niet, bijvoorbeeld op het klimaat hier in het Westen. Mm-hmm. Dus dat legitimeert ook zo'n totalitaire tendens, terwijl tegelijkertijd ik niet geloof, of niet zomaar geloof, dat je dan op een juiste manier over de aarde of over de wereld, over mens zijn nadenkt. En dat is denk ik mijn rol. Mijn rol is niet om vragen te stellen waarom eigenlijk er een soort tendens tot technologische oplossingen. Waarom is technologie eigenlijk altijd de oplossing? Dat is toch heel gek eigenlijk. Mm-hmm. Waarom wordt technologie altijd met economie in verband gebracht? Hoezo eigenlijk? Waarom denken we dat problemen op deze schaal oplosbaar zijn? Terwijl we ook allemaal weten hoe fluïde interdependenties werken, complexiteit, daar weten we ook heel veel van af. Dus dat is de type van vragen die wij als filosofen denk ik moeten opwerpen voor het maatschappelijk en het publieke debat. En dan kan ik daarnaast als persoon een opvatting hebben en zeggen, nou, ik ben eigenlijk toch iets te liberaal om voor totalitaire maatregelen te pleiten. Dat is eigenlijk dan van secundair belang. Mm-hmm. Mm-hmm. Pratende over die technologie. Je had even in je lezing, stipt je het kort aan, in je boek heb je het uitvoeriger erover, over die biomimetische technologie. Dus waar je mee bezig bent. Ik kreeg het gevoel van ook weer een spanning hier. Omdat je enerzijds heb je sterk een pleidooi om de aarde te zien als iets wat we niet kunnen beheersen. Hè. Je had het over de tsunamis, dat verhaal over Noorwegen. Hè, dus die huizen die in de zee verdwijnen en zo. Iets wat niet te beheersen valt, wat vanuit zich ons overrompelt en steeds meer gaat overrompelen. Aan de andere kant zet je dus wel in op een vorm van technologie. Dat is dus ingrijpen van de mens in de wereld of in de aarde. Maar hoe zit dat nou? Moeten we nou het een of moeten we nou het ander? Ik heb een moeilijkheid om die twee samen te denken. Goed. Ja. Even voor de mensen die het niet kennen. Het is echt uber sexy. Biomimetische technologie. Kijk op internet. Je denkt, dit is de toekomst. Het is echt uber gaaf. Maar waar ik het... dus je hebt allerlei voorbeelden die van zwempakken geïnspireerd op haaienvinnen. En treinen met neuzen die de Kingfisher nabootsen. Dat is eigenlijk de manier waarop wij het normaal kennen. Maar er zijn ook vormen van biomimetische technologie, waarbij eigenlijk die technologie probeert onbeheersbare ecosystemen te integreren of na te bootsen in ontwerp.
Dus één voorbeeld vind ik een heel erg leuk voorbeeld. Dat is bijvoorbeeld een waterzuiveringsinstallatie. Hè. Dus wij hebben in Nederland ook allemaal waterzuiveringsinstallaties die eigenlijk op basis van filtersystemen, chemicaliën, et cetera, uiteindelijk proberen waterzuiver te maken. Maar er zijn ook systemen die eigenlijk wilde ecosystemen gebruiken om water, vuil water, langs bepaalde bassins te voeren en daarmee dat water te zuiveren. En het interessante daarvan is dat, omdat dat wilde ecosystemen zijn, dus ook in de open lucht, dan gaan die ecosystemen een relatie aan met de plaatselijke of lokale ecosystemen. Dus de designer, wat is een designer? Een designer die heeft de opdracht om een ontwerp te maken dat een probleem oplost, is eigenlijk ook verantwoordelijk om dat in gareel te houden, onder controle te houden. In dit geval lukt dat gewoon eigenlijk helemaal niet, want dat ding, dat systeem, dat doet zijn ding alleen maar doordat hij wild, vrij is. En ook onbeheersbaar is in zekere opzicht, of tot een bepaalde mate. Mm-hmm. Nou, dat is een voorbeeld wat mij voor ogen staat als je het hebt over wat zou nou het inspirerende kunnen zijn van biomimetische technologie, is dat die niet helemaal meer gericht is op controle, het beheersen van een systeem, maar eigenlijk gebruik maakt van variëteit, een pluralistische opvatting van natuur-technologie-integratie. Mm-hmm. En daar denk ik dat je een progressief begrip van technologie uit kunt ontlenen die niet meer alleen maar uitgaat van de spaceship Earth die gemanaged wordt door de mens. Maar het blijft wel een systeem dat wij ontwerpen. Dat wordt door ingenieurs ontwerpen. Dat wij opleggen aan de aarde. Dus ik begrijp nog steeds niet helemaal waarom dat niet dat verfoeilijke ecomodernisme is. Hè, dus waar je ook tegen argumenteert. Waarom verschilt dit van die vorm van technologie of die vorm van denken over technologie? Nou ja, dus wat ik net probeerde uit te leggen, dus als ecomodernisme wordt gekenmerkt door management en controle, dus het beheersen van het systeem, ja, waarvan de vraag is of het ooit lukt, ja, omdat het een onbeheersbaar systeem is, zou de ambitie van biomimetische technologie zijn dat je dus toelaat dat je niet geheel in controle bent. Want het zijn lokale ecosystemen of wilde ecosystemen die worden ingebracht. En dat je ook als mens, als humane actor, voor een deel afhankelijk bent van wat daar gebeurt. Mm-hmm. Dus daar zou ik idealiter het verschil zien tussen die twee. Daarmee wil ik ook helemaal niet beweren dat in alle gevallen zou kunnen. Maar je zou wel kunnen nadenken of dat niet een vruchtbaarder paradigma zou kunnen opleveren voor hoe wij met wetenschap en technologie moeten omgaan in de toekomst dan dat we nu hebben, waarin dat helemaal op die beheersing is gericht. Ja, iets anders, om de vraag nog vanuit een ander perspectief aan te vliegen. Ecomodernisme heeft ook vaak iets van optimisme. Hè? Dus we kunnen het aan, zeg maar. Ja. Hè? We zijn in grote problemen en antropoceen en door de mens veroorzaakte catastrofes. Maar we can fix it. We techno-fixes. In hoeverre, als jij dat biomimetische paradigma hier probeert te verkopen, zeg maar, in hoeverre ben jij optimistisch dan daarover? Nou ja, kijk, een filosoof is volgens mij geen pessimist of optimist, maar is een revolutionair eigenlijk. Filosofie is eigenlijk, begint bij de ervaring dat de wereld zoals die is niet deugt. En dat die ook dat het anders moet. Mm-hmm. Maar ik geloof ook dat, ja, dat is natuurlijk het grappige, want je had het, kijk, ik kom uit een traditie met bijvoorbeeld Heidegger. Nou, Heidegger die zei van ja, alleen een God kan ons nog redden. Mm-hmm. Wij hebben als mens eigenlijk nog niet zo heel veel te verhapstukken in dit hele verhaal. Hij had het natuurlijk niet over klimaat, maar over überhaupt het technische tijdperk. En ik heb eigenlijk altijd gedacht, ja jongen, dat kunnen wij volgens mij helemaal niet weten. Dat zal moeten blijken. Mm-hmm. En ik ben zelf erg geïnspireerd door, en dat is trouwens ook iets wat ik echt in Wageningen van socioloog heb geleerd, van laten we nou in plaats van een soort doemscenario's te hebben, laten we gewoon naar praktijken kijken die getuigen van een andere manier waarop je met de dingen om kunt gaan. En dan zullen we vanzelf zien,
Je hebt ook duurzaamheidsinitiatieven. We zullen vanzelf zien of het eigenlijk gewoon te reduceren valt tot... tot een marketingstrategie of tot greenwashing, of dat het echt getuigt van een andere praktijk, een andere omgang met de dingen. En ik ben dus ik vind biomimicry vind ik nou typisch zo'n soort praktijk die is aan de ene kant bij de volksmond is hartstikke populair, maar kom er ook niet te veel aan bij de engineers, want die doen er heus niet allemaal heel veel enthousiast over. Maar ik ben wel geïnteresseerd in dit soort praktijken, omdat dat ook aanleiding geeft om misschien een visie te ontwikkelen van waar gaat die wereld dan naartoe? Waar liggen aan de ene kant pockets of resistance? Hè? Waar kunnen we het verzet organiseren tegen de wereld zoals die nu georganiseerd is? Maar ook waar kunnen we al getuigenissen zien van andere praktijken die progressief zijn? En dat is waarom ik dus ook, als je het wilt vatten in termen van optimisme, principieel optimistisch ben. Omdat ik denk dat die praktijken er zijn. Alleen moeten we misschien... zoeken. En ook maken. Ja, wauw. je hebt in verband hiermee... je hebt het in je boek ook... dat deed je in je lezing nu even niet... over het concept verspilling. We zijn allemaal heel erg bezig met... je had het even over dat propje. Dat weggooien van dat propje. Daar zijn we met z'n allen inderdaad heel erg mee bezig. Dat waren 20 jaar geleden helemaal niet. En we proberen zo min mogelijk te verspillen. Dus ook daar neem je als filosoof dan deze revolutionaire positie in. Waar je zegt, ja, maar de mens is eigenlijk überhaupt een verspillend wezen. Hoe verhoudt dat zich tot jouw optimisme? We zitten hier in een katholieke universiteit, dus ik kan wel zeggen... Nee, dat zijn we niet meer. Oh, nee. Sorry. Nou, dan geef ik het voorbeeld van Onan, die zijn zaad rijkelijk over de houten vloer laat lopen uit de Bijbel, maar even niet als voorbeeld. Maar dat is een voorbeeld van verspilling, van oerverspilling, zeg maar even. Ja. En eigenlijk is het idee dat... Kijk naar de rol van kunst en de rol van extravagantie, van grensoverschrijding. De ervaring trouwens, ook de ervaring in het maatschappelijk debat van waarin mensen ervaren dat zij niet in één omsloten identiteit, hebben, maar dat zij eigenlijk dat je fluïde bent in de zin dat je ook activiteiten kunt ondernemen die ook met transformatie, metamorfose, et cetera. Ja, dan kunnen we wel net doen alsof dat niet gepaard gaat met een zekere mate van verspilling. Dat is volgens mij zo. Dus ik denk dat het een moeilijk verhaal is als je zegt wij kunnen de mens geheel begrijpen in een eco-efficiënte manier. Wat ik interessant vind om dus aan de ene kant te zeggen of we die verspilling nou zien in de zin van genieten, hè, het exorbitante leven, wat je ook soms wil leiden. Ik bedoel, begrijp me goed, ik loop niet de hele dag met pauwenveren rond. Maar het is ook iets van de menselijke conditie, ben ik bang. Maar je zou kunnen zeggen, waarom is het eigenlijk zo dat wij geneigd zijn om te denken over... klimaatverandering en het efficiënt maken van dingen. Terwijl dat heeft ermee te maken dat wij natuurlijk een exponentiële groei nastreven. Nog meer consumeren, nog meer vakanties en al dat soort dingen. Zou je nou niet ook op een kwalitatieve manier kunnen denken over groei? Bijvoorbeeld, jij bent filosoof. Hè? Het streven, het verlangen naar kennis. Hè? Je kunt verlangen naar Ibiza, wat sommige mensen hebben, ik niet. Maar je hebt ook mensen die verlangen naar kennis of schoonheid. Dat is je verspilt een enorme energie, Kees, een enorme hoeveelheid energie om dat verlangen te dienen. Terwijl dat verlangen niet per se allerlei CO2-uitstoot met zich meebrengt. Als ik piano oefen, als ik probeer vaardigheden eigen te maken, goed in iets te worden, is dat kwalitatieve groei, noem ik dat, hè? Het mens worden. Het is absoluut het verspillen van energie. Iemand anders zal zeggen, hij is gek dat hij zijn hele leven wijdt aan die moderne filosofie. En de hele tijd maar die boeken leest. Maar dat is een heel andere manier waarop we kunnen nadenken over groei. Die niet per se dus tot CO2-uitstoot leidt. Tenzij je
zegt, ik hou van schoonheid, dus van opera, dus ik moet elke week naar de Met. Ja. Maar, dat, he, de, maar even gewoon het, je verdiepen in iets en het concentreren, het vaardigheden, wat absoluut te maken heeft ook met verspilling, met loosheid. Want ik bedoel, als jij doodgaat, is het allemaal weg. Kees, het is heel vreselijk, maar het is... I know. Ja, we schrijven nog wel wat op. Ja. Maar dat is natuurlijk... Misschien biedt dat een soort weggetje om wel te mogen praten over verspilling, extravagantie, loosheid, nutteloosheid, zonder dat je daarmee dat gelijk hoeft te verbinden met de nutteloosheid van de derde keer naar Ibiza gaan. He, want we weten inderdaad dat er schijnt een probleem te zijn als wij allemaal 3 keer per jaar naar Ibiza gaan. Ja, ja. En hoe verhoudt dat zich weer tot de pleidooien die je ook in je lezing noemde, ook in je boek. En die je eigenlijk typeert als ook als, ja, als ecomodernisme of als antropocentrisme. Namelijk dat pleidooi voor matiging. En bedoel, eigenlijk doe je dat ook. Je zegt kwantitatief moeten we ons matigen. Inderdaad, niet drie keer per jaar naar Ibiza, moet het in die kwaliteit zoeken. Maar dat kun je toch ook zien als een matiging van bepaalde andere vormen van verlangens en behoeftes. Dus in die zin ben je toch ook iemand die gaat voor de matiging. Die... Hey, ik heb natuurlijk een heel donkergroen hart, maak je geen zorgen daar natuurlijk over. Maar kijk, matiging vind ik. Matiging loopt het risico van een soort negativiteit. Omdat het vooral benadrukt wat allemaal niet moet. Wat ik het voordeel vind van een benaderingswijze die accepteert dat er zoiets is als excessiviteit. Dan kun je positief nadenken. Wat zijn nou vormen van excessen die progressief zijn? Mm-hmm. Nou, de excessiviteit van Ibiza is negatief, laten we het dan maar zo zeggen. Mm-hmm. En het vaardig worden in piano of in moderne filosofie. Dat is, of nou, dat mm-hmm. kan ook over kunst. Je kunt ook je leven wijden aan de kunst of aan religie of aan poëzie, weet je. En het is helemaal, nou goed. Dus dat zijn progressieve manieren om wel recht te doen, of meer recht te doen aan iets wat ook intrinsiek aan het menselijk bestaan gebonden is. Ja. Dat is hoe ik het probeer te doen. En het vervelende is, nou ja, goed, dat is een van die dingen waar ik nu ook mee bezig ben. Dat zodra we het over technologie hebben, dan wordt technologie aan economie gebonden. Economie zorgt ervoor dat die technologie altijd op korte termijn behoeftebevrediging is. Verlangens worden eigenlijk geëxploiteerd om continu meer producten, et cetera, te willen hebben. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, het verlangen dat menselijk is en wat geëxploiteerd wordt door de economie, zou je ook, die verlangens kan je ook kanaliseren in een andere richting, namelijk in het verlangen naar vrijheid of het verlangen naar kennis. Mm-hmm. En het verlangen naar kennis hoeft niet per se alleen maar vanuit een neoliberaal of een kapitalistisch economisch systeem gedacht te worden. Dus daar liggen ook ruimtes. Maar goed, hier ben ik nog allemaal mee bezig. Dit staat ook niet zo erg in het boek. Dus het boek volgende waar ik mee bezig ben. Ja, ja. Even een ander spoor. Je begon eigenlijk je lezing met het wegzetten van twee filosofen, Timothy Morton en Bruno Latour, als postmodernisten. Ik heb hier een collega, Arjen Kleinerenbrink, die heeft ook bij Boom een boek over Bruno Latour geschreven. Dus ik heb van hem veel geleerd daarover. Nou begreep ik dat juist deze, had ik begrepen, maar ik heb het blijkbaar verkeerd begrepen, dat ook juist deze Bruno Latour aandacht vraagt voor de aarde, ja. Gaia Sophie, ja. En dat soort dingen. Ja. Kun je nog even uitleggen waarom hij zo'n verfoeilijke... Ja, ik mag dat ook nooit voor mezelf doen. En dan heb ik het toch, terwijl ik het had voorbereid, om niet om aardig te doen over andere mensen. En dan zit er dan klaarblijkelijk zoveel haat in mij dat ik dat dan toch even moet doen. Dit is nou echt verspilling van energie, maar ik ga het dan toch... Kijk, en want het wordt ook nog, het wordt opgenomen, dus ik moet uitkijken wat ik zeg. Ja, absoluut. Ik denk de Sjaak. Kijk, waarom is Bruno Latour, geweldige filosoof, beroemd geworden? Dat is met een actor-netwerktheorie. En dat wil eigenlijk zeggen,
De dingen zijn geen dingen en de mensen zijn geen denken, maar mensen, maar er zijn interrelaties. En interrelaties constitueren de wereld zoals we die kennen. Nou, dat wil zeggen eigenlijk dat je een relationele ontologie hebt waarin je zegt, de mens kan je nooit zonder de dingen en de dingen kan je nooit zonder de mensen denken. En eigenlijk kan je heel even in dat schemaatje, als je het heel schematisch houdt met wat ik vandaag heb betoogd, als je het hebt over aarde en wereld, dan is het eigenlijk zo dat dat hele interrelationele, relationele ontologie, die kun je eigenlijk helemaal parkeren aan het, op het niveau van die wereld, waar die filosofen altijd over na hebben gedacht. Want die wereld is gewoon het ecosysteem waarin wij hier in deze ruimte zitten en waarin wij intentioneel op betrokken zijn. Dus wij leven hier van dit systeem van relaties. Terwijl de aarde waar ik het over had, dat is helemaal niet iets waar jij een relatie mee hebt. En ook al heb jij een relatie met die aarde heeft al helemaal geen relatie met jou. Mm-hmm. Die aarde was er ook al gewoon voordat jij er ooit kon wezen. Dus het is niet zo dat de aarde een soort interrelationeel iets is. Nee, de aarde was er al, is een absolute voorwaarde voor het ontstaan van welke relationaliteit ook. En aan de ene kant heb ik iets wat bezwaar tegen mijn gewaardeerde collega's, omdat eigenlijk die hele relationele ontologie van de actor-netwerktheorie eigenlijk zegt alleen maar relaties nodig hebben en niet zo'n begrip als wereld. Terwijl ik denk dat je bijvoorbeeld, wil je het verschil tussen het antropoceen als tijdperk en het holoceen, het voorliggende tijdperk, dan moet je een metafysisch begrip, dan moet je iets aannemen, semantisch, iets aannemen voorbij de dingen en hun relaties. Dus dat is mijn probleem 1. En probleem 2, dat is een beetje onaardig, maar kijk, Latour heeft zich nooit eigenlijk in eerste instantie over aarde of natuur of Gaia, et cetera, bekommerd, zeg maar even. Mm-hmm. Komt dan als een konijn uit de hoge hoed, komt er dan aan. Op een gegeven moment komt de aandacht daarvoor met Lovelock, et cetera. Ja. Maar dan heeft hij het eigenlijk wel de hele tijd over aarde en Gaia. Maar in mijn begrip heeft hij het eigenlijk over de wereld. Want het is gewoon datgene waar wij relationeel in betrokken zijn. Mm-hmm. En dat is helemaal niet de aarde, want die is niet relationeel in die zin. Dat is eigenlijk mijn kritiek. Ja, en kun je dan nog eens uitleggen, heb je al gedaan, maar ik denk dat het in dit verband goed is om dat nog een keer te doen. Dat is dus een verschillend perspectief, filosofisch perspectief. Hè? Dus Boon en Latour zit in dat interrelationele. Jij pleit voor een visie waar je gaat voorbij die relaties en op die aarde zelf. Laten we zeggen, heel flauw gezegd. Wat maakt dat uit voor ons, wat we doen, hè? Hoe we omgaan met die aarde? Want als je de interrelationaliteit serieus neemt, dan ga je je ook verhouden tot die aarde. Ga je ook bekommeren om die aarde? Dat is toch wat jij ook wil. Dus ja. Wat maakt het eigenlijk uit? Wat zijn de consequenties hiervan? Nou, de consequentie hiervan is dat door eigenlijk te zeggen ons in de wereld zijn of onze in een ecosysteem verkeren, is eigenlijk nog iets ingebed waar wij weg van zijn. En dus bijvoorbeeld als je je zorgen maakt over totaliserende tendensen, en jij neemt eigenlijk alleen maar aan dat er zoiets is als een wereld met interrelaties, dan zou je kunnen zeggen, daar in die wereld loop je de risico van totalisering. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk als je aanneemt dat er iets is wat een absolute status heeft als mogelijkheidsvoorwaarde, wat tegelijkertijd niet een relationeel object is, dan kun je van daaruit ook begrijpen waarom de wereld opeens kan veranderen. Mm-hmm. Waarom dat ook niet onder te brengen is in een actie van de mens per se. En dat is denk ik ook het theoretische voordeel, omdat je namelijk daarmee een aantal problemen kunt oplossen die je anders moet wegverklaren. Zoals? Nou ja, hoe bijvoorbeeld hoe het mogelijk is dat je praat over een geologisch tijdperk zoals het antropoceen, wat een
wat niet een fenomeen is op het niveau van de dingen, maar op het niveau van een betekenisgeheel, die een aflossing is van een ander betekenisvol geheel, namelijk het Holoceen. Mm-hmm. En dat er dus een geschiedenis is van de dingen, de objecten, de mensen, de dieren, et cetera, een chronologische geschiedenis, maar dat er dus ook een klaarblijkelijk een geschiedenis van tijdperken is die niet tot die dingen te reduceren zijn. Nou ja, ik denk dat, goed, maar ik wil helemaal niet claimen dat ik nou je vroeg ernaar, ik zei al dat ik het helemaal niet van mezelf mocht eigenlijk. Ik wil helemaal niet ontzettend onaardig doen over Latour, maar ik denk dat dat een van de dingen is waar zo'n filosoof moeite mee heeft om dat te kunnen duiden of te kunnen accepteren dat er omslagen zijn in dit soort tijdperken.